Leidschendam-Voorburg hebben wij een nieuwbouwproject. Ik ga hem toch benoemen aan de Rijnlandlaan. En in Rijnlandlaan, daar wacht bijvoorbeeld First Voorburg, Remco Hulsberg, schooldirecteur, voortgezet onderwijsschool, wacht al 21 jaar op nieuwbouw. Het bestaat in Nederland, in onze eigen Leidschendam-Voorburg, 21 jaar. Ik heb namelijk alle vertrouwen in dat dat wel goed komt. Ja. En we hebben van de week daar ook heel goed bericht over gekregen vanuit het college. De gemeenteraad door de Eneco moet zeggen. Wat zeg je? Door de Eneco aandelen? Dat zou zomaar kunnen, Bart, maar daar heb jij meer verstand van dan ik, denk ik. Nee, want er is iemand anders in de zaal, die weet jij wel te benoemen. Ja. Nee, het is wel schrijnend dat het zo lang heeft geduurd. En ik word op een gegeven moment natuurlijk ook een bepaald budget voor uitgetrokken. En we hebben het net gehad over bouwkosten en alles wat erbij komt. Nou, vanaf het moment dat dat budget is toegekend en het moment dat wij weten wat het allemaal gaat kosten, ja, kom je gewoon miljoenen tekort. En dan ga je schrappen in je plannen. En dan verschraalt zo'n project. En uiteindelijk staat er dan nog een bedrag wat gevonden moet worden. Nogmaals, ik zei het net al, ik heb alle vertrouwen dat het goed komt. Dat zeg ik tegen meneer Schuim. Die kan ik altijd nog lief aankrijgen als het niet gaat redden. Maar wij krijgen een nieuwbouw en over 2 jaar staat er een mooie nieuwe school aan de kant. En wat gaat bijvoorbeeld heel erg goed in Leidschendam bijvoorbeeld? Dan kijk ik even naar Rob Waaier. Rob, het Huygenskwartier. Dat ga jij als projectontwikkelaar een nieuw winkelgebied transformeren. En dat is nou juist een voorbeeld waar misschien wel meneer Koek, jouw buurman, jij doet hem wat fijn, maar ook een voorbeeld aan mag nemen. Nou, op de eerste plaats, wij zitten met Bayer Projectrealisatie met ons kantoor in het Huygenskwartier. En als je daar regelmatig loopt, dan zie je dat de winkeliers het best moeilijk hebben. Moeilijk in de zin van, ondanks alle inspanning die de gemeente Leidschendam-Voorburg doet, wat heel positief is, zie je dat er veel winkeliers eigenlijk te kleine winkel hebben. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er vrijwel niet. En een stukje bereikbaarheid aan parkeren is een probleem. En je merkt elke keer, het gaat met vlagen, dat er nu weer best veel leegstand is. En van tijd tot wijle wordt het dan wel weer door hele arbeidsintensieve en specifieke winkeliers wordt het ingevuld. Dus dat betekent dus als je ergens, in Leidschendam-Voorburg gewoon, dat je ook specifiek naar die winkelier toe gaat omdat hij iets verkoopt wat nergens anders is. Het Huygenskwartier kijkt natuurlijk met heel veel spanning ook naar de plannen van mijn buurman. Ja. Wat gaat dat betekenen? Ja. En met ons, zoals ik al zei, wij kijken met ons kantoor uit op het voormalig gemeentehuis. De gemeente heeft in Leidschendam een vleugel aangebouwd met gevolg dat de ambtenaren die in Voorburg zaten naar Leidschendam zijn verhuisd. Er stond een leeg kantoorgebouw die weliswaar tijdelijk was verhuurd. En wij dachten, ja, dat is ook geen duurzame invulling. Dus we hebben contact opgenomen met Hoogvliet en samen met Hoogvliet hebben wij op de locatie van het voormalig gemeentehuis, maar ook op de locatie van Hoogvliet zelf, een integraal plan bedacht en ook inmiddels uitgewerkt. En uitgaande van een parkeergarage om een parkeerfaciliteit in het huiskwartier te vergroten, een grotere Hoogvliet supermarkt die een economische trekker zou blijven in dat gebied, wat belangrijk is voor het gebied, zodat mensen ook in het huiskwartier blijven winkelen. En daarnaast gecombineerd met wonen waar de levendigheid in het centrum wordt vergroot. Maar omdat wij veel binnenstedelijke herontwikkelingen doen, dat doen wij in de driehoek Rotterdam, Utrecht, Den Haag, bouw je altijd, het zijn redelijke ingrepen midden in een bestaand gebied. En mensen die kijken erop uit, mensen hebben daar een mening over. Het is heel belangrijk dat je die mensen daarin meeneemt. En ook een van de afspraken die we met de gemeente Leidschendam hebben gemaakt, en zo'n voorbeeld hebben gemaakt, is een actief participatieproces. Dat hebben wij in een zestal rondes gedaan met belanghebbenden. En in Voorburg heb je heel veel belanghebbenden, los van bewoners, winkeliers, monumentenclub, want het zijn allemaal rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten die er staan. Maar we hebben in ieder geval de situatie zo voor elkaar gekregen dat de mensen die vanaf dag 1 eigenlijk een groot tegenstander waren, die heel veel gevaren zagen, juist door uitleg te geven wat gevolgen zijn door deze ingreep, dat ambassadeurs zijn geworden voor ons plan. Dus die zijn er heel positief over. Communicatie is ontzettend belangrijk en dat moet je ook altijd doen als jij dit soort ingrepen doet in binnensteden. Wat heeft het binnen een paar jaar voor elkaar gekregen? Nou, al met al, als ik het in anderhalf jaar tijd hebben wij nu de vergunning of de contracten allemaal rond met de gemeente. Ja. Dus wij kopen dat kantoor van de gemeente kopen we aan. En de overeenkomsten met Hoogvliet zijn allemaal getekend en wij gaan nu volop door met de planontwikkeling. Ja.